Moet ons pensioensysteem op de schop? Weg met de megasalarissen, weg met de geheimhouding. En kan dat? Dit is Live Hollandse Zaken. Mooi dat jullie er allemaal zijn. Goedenavond. De afgelopen 2 dagen zond Max de documentaires Zwarte Zwanen over de pensioenwereld uit. Het ging over fraude, geen transparantie, veel schimmigheid en het taboe op kritische vragen. Met uiteindelijk de oproep aan burgers om daar niet langer genoegen mee te nemen. Vanavond in Hollandse Zaken de vraag, is verandering mogelijk? Ja. Ik mis alle empathie in deze hele wereld. En als dat zo door blijft gaan, dan wat gaat er gebeuren met de aankomende jongeren? Met de miljoen ZZP'ers die we hebben, die nu al niet af kunnen dragen. Ja. Jongeren die nu al geen huis kunnen huren. Hoe gaan we dat met z'n allen opvangen? De mensen die gelden beheren, moeten dichter weer, die hebben geen contact. Die hebben het contact verloren met de mensen bij de V&D, met de mensen, met de vuilnisman, met ik heb nu een eigen klein filmbedrijfje. Wij doen niet mee in hun beleving. Mag ik het samenvatten dat je zegt, time for change in de richting van moraliteit? Moraliteit, dat is denk ik de kern. Loek Koenders, vrachtwagenchauffeur, vakbondslid. Moet en kan het anders, Loek? Ja, ik denk wel. Ik hoor van die mensen ook een aantal dingen. Jochem die had het al over time for change. Maar laten wij het eens hebben over een sociale verantwoordelijkheid die je over tegenover een maatschappij hebt. Wanneer jij in een bepaalde positie verkeert. Laat ik het maar even zo zeggen. Als jij daar zo'n, ik heb die stukken nog gezien. Op een gegeven moment wordt er gewoon gesproken dat iemand 50 miljoen per jaar verdient. Hey, hallo, dan moet je ook wat terug doen voor een maatschappij. En nu is het zo, wij hebben dat zelf meegemaakt. Binnen ons eigen pensioenfonds. Pensioenfondsvervoer is dat? Pensioenfondsvervoer. Dat hebben jullie ook aangetoond in de uitzending. Dat dus via Goldman Sachs. Die hadden daar een beetje lopen rommelen en nog een paar dingetjes verkeerd gedaan. Laten we het daar maar op houden. Nou, dus 250 miljoen is daar ergens naartoe gegaan. Op een gegeven ogenblik, dat is een jaar of 2 geleden. Wij hadden een krantenbericht, stond de Financiële Telegraaf. Dus wij dachten, nou, wij gaan daar eens ook iets naar vragen. Hè, naar bestuurders toe. Ja, maar ja, jongens, dat duurt wel 10 jaar. En dat, ach, dat is een druppel op een gloeiende plaat. Maar het hele punt waar het om gaat, het gaat niet om die 250 miljoen. Het gaat er gewoon om dat daarboven ergens een laag is die beslist voor ons allemaal wel wat goed is of niet goed is. Moet anders, dat is in de kern. En dat moet anders. En wat doen ze dan volgens? Dan worden dingen geschikt. Hè? Met andere woorden, ach, daar hebben jullie toch allemaal geen verstand van. En dat is allemaal goed, want wij beslissen wel wat goed voor jullie is. Ja. En daar gaat het om. Je hebt een sociaal contract, een sociale verplichting tegenover een samenleving. Ja, en daar gaat anders. Het om. Dat moet anders. Ga ik door naar Mirte, 29 jaar, Mirte de Jong, ambtenaar. Actief in het verantwoordingsorgaan, zoals dat heet, van ABP. Hè? Dat is een soort parlementje van het ABP. Ja, dat klopt. Hoe kan het daar anders? Wat moet er anders daar? Nou, ik denk, ik wil wel aansluiten bij wat er net hiervoor is gezegd. Als ik dat zo samenvatte. Er wordt besloten over u, voor u en zonder u. Dat is ook wat ik u hoor zeggen. En dat merk jij ook bij anders. Ik zeg iets anders. Ja, ik zeg iets anders. Er wordt besloten over ons, maar er wordt geen rekenschap afgelegd. Dat wordt maar afgedaan, want je hebt toch geen verstand van lullie over. Ja. Dan zeg ik het gewoon even puur populair, okay. Ja. Want dat weet de rest van Nederland. Nu, geheimzinnige wereld, fraude, niet transparant, megasalarissen en reputatiemanagement om de boel op te poetsen. Van sommige dingen wel, van andere dingen wat minder, omdat ik ervan op de hoogte ben. U was er op de hoogte? Van welke feiten was u op de hoogte? Bijvoorbeeld dat kosten, als je in de documentaires kijkt en praat over kosten en de bedragen die daarmee gepaard gaan, dat kosten bij de uitvoering van een pensioenregeling heel erg belangrijk zijn. Om u een voorbeeld te geven, 1% minder kosten levert 30% meer pensioen op. Maar u moet nu niet de mensen naar de mond gaan praten. U moet, wat mij betreft, een bijdrage leveren vanuit uw hart en vanuit uw hoofd. Ik dacht dat uit onze eerdere contacten wel bleek dat wij niet elkaar naar de mond praten. Stel dat pensioenfondsen zouden besluiten, weet je wat, we beleggen helemaal niet meer met risico's. Dat zou kunnen. Dan gaat het totale pensioenvermogen naar de bank. Dan heeft het effect op een gemiddeld pensioen van 30% minder. Nou, ik vind het allemaal mooi wat ik nu hoor, hè? Maar ik hoor nou excuses hoe ze bij het pensioenfonds allemaal goed doen. Wat ik zie, als wij vragen stellen, dan komen er geen antwoorden. Het hele probleem is, ik heb het al stiekem gezegd, je hebt een sociaal contract, het is een moreel verhaal. Maar er is nog wat anders. Wat ik zie bij heel veel pensioenbesturen, ik spreek zelf even over beroepsgoederenvervoer, die mensen die erin zitten, ik weet zeker dat er 2 mensen zijn
die het allemaal niet zo leuk vinden wat er nou speelt, die hebben echt geen Zwitserse bankrekening. Maar die mensen die zijn daar ingegroeid. Ik heb daar zo'n meneer van het FNV gezien op tv en dat ligt niet aan die meneer. Die is er ingegroeid. Die komt in een bepaald métier uit, die kan er niet tegenop. De cultuur, hij komt in een cultuur. Heel de cultuur moet doorbroken worden. Het moet gewoon zo zijn als wij er als leden zitten van een vakbond dat wij zeggen wij willen daar een paar experts in huren. En die gaan het dus eventjes bepalen en uitzien te rekenen. Want dat willen wij. Er wordt ons gezegd wat goed is voor ons. Ik hoor met alle respect voor iedereen. Ik hoor daar een excuus. Ik hoor hier een excuus. Daar hebben we toch niks aan. Nou, moraliteit is natuurlijk wel op het moment als je dan. Er gaat iets fout bij een grote beheerder. Die verliezen een miljard. Dan komt een rechtszaak. Die wordt uiteindelijk geschikt. Vervolgens vertel je helemaal niks tegen de mensen van wie dat geld nou eigenlijk is. Dat vind ik niet zo heel moreel om te zeggen. Ja, dat ligt daar in Amerika. En wij doen het allemaal goed. Dat is een gedoe in de beleggingswereld. Ik wil daar even bij wegblijven. Ik wil toch terug naar, vind ik, een heel belangrijk kernpunt. Meneer Riemen, u heeft ook geconstateerd dat twee grote Nederlandse pensioenfondsen, ABP en pensioenfonds Meubel, verzwijgen fraude. En ze dringen niet aan op strafrechtelijke vervolging bij fraude. Nee, Wat betekent dat voor de pensioenfederatie om dat te constateren? Ik heb dat dus ook niet geconstateerd. Ik heb geconstateerd dat ze fraude hebben gezien. Dat ze dat ook hebben verteld. Dat ze ook ze dat niet op naar een website gebracht. Hebben gezet ze dat hebben ze schikkingen. Dat ze ook op een website hebben ze gezet. Ze hebben niet naar buiten gebracht dat er gefraudeerd is, meneer Riemen. Dat ze op een website hebben gezet dat er schikkingen zijn getroffen. Dat is ook gecommuniceerd met de verantwoordingsopdracht. Wat vindt u ervan dat ze schikkingen afspreken met bedrijven die fraude plegen? Dat zijn dus, daar heeft u wel een heel goed dilemma te pakken. Wat moet je nou dilemma? Doen als je als pensioenfonds ziet dat ergens in Amerika met jouw geld verkeerde dingen gebeuren? Dan ga je daar een zaak van maken, dan stel je dat aan de orde en dan gaat voorop het belang van je deelnemers, het belang van je pensioengerechtigden. En dan sta je voor de keus. Ga je je recht halen waarbij je geld kunt verliezen, waarbij je heel veel geld kan zijn aan procedures waarbij je de uitkomst niet kent, of accepteer je een schikking die uiteindelijk zoveel geld oplevert dat jij aan je pensioneerden en aan je deelnemers kunt vertellen, u heeft hier geen schade geleden. Nou, dat zijn de keuzes die worden gemaakt en dan kiest men voor een schikking. En dan betaal je een prijs en de prijs die je betaalt is de geheimhouding. Geen fonds die daar blij mee. Nee, maar geen fonds die daar blij mee. Bullshit. Sorry, wat een onzin. Ja, nou, ik vind het een heel mooi verhaal. Het zal ongetwijfeld een heel aardige meneer zijn, maar deze poppenkast er geloof ik in. Ik ga een heel mooi verhaal vertellen en dat is gewoon waarheid. Kort, er is bij ons, bij Goldman Sachs, een foutje gemaakt van 250 miljoen. Pensioenfondsvervoer, ja? Pensioenfondsvervoer. Die is geschikt. Wij weten echt niet hoeveel het is, maar er is wel ook in die periode het VOP-pensioen, dat is dan het voorwaardelijk ouderdomspensioen, is met 15% geminderd. Ik denk als die 250 miljoen in die pot had gezeten, dan had dat niet geminderd hoeven te worden. Maar het is natuurlijk wel zo. Toen vroeg u helderheid? Nou ja, wij zeggen hoe zit het? Ja, nou dan krijgen we het ook vooral. Ja, het duurt zoveel jaar en die kosten vind ik allemaal leuk. Maar ik weet nog steeds niet voor hoeveel er geschikt is. Nee. Of dat voor 50.000 euro is, ja. Of dat we met de hoogheer allemaal lekker naar de hoeren zijn geweest. Er is gewoon, de poen is weg. Ja. Wat betekent dat voor uw rechtsgevoel? Voor mijn rechtsgevoel, dat ik helemaal pissed off ben en dan zeg ik gewoon zijn vrachtwagenchauffeur en niet als iemand met zijn mooie zwarte jasje. Ik ben gewoon pissed off. Dit is de Rembrandt-toren aan de Amstel in Amsterdam. Hier zit de Nederlandse vestiging van de Amerikaanse vermogensbelegger BlackRock, de grootste belegger van de wereld. Ik weet dat daar 130 miljard Nederlandse pensioeneuro's naartoe gaan. Daarvoor rekenen ze tot boven de 300 miljoen alleen aan vermogensbeheerkosten. Is BlackRock in de Rembrandt-toren dat waard? Het gaat erom, verdienen zij op een manier waarvan je die consistent is. Die je kan uitleggen aan degene die uiteindelijk zijn pensioen daarop spaart. Zij kunnen het blijkbaar aan die pensioenfondsbesturen uitleggen. Wordt gewoon betaald. Honderden miljoenen van Nederlands pensioeneuro's gaan naar BlackRock. Maar als je de vraag stelt, waarom betaalt de ene belegger veel meer dan een andere belegger? En waarom moet het vermogen, of moeten de kosten stijgen als het vermogen groeit? Als je netjes in je potje bijstort, ga je meteen meer betalen? Als je die vraag stelt, en die hebben wij wel eens gesteld, daar krijg je geen antwoord op. En alle drie de zaken die aan de orde zijn geweest, is er geen cent pensioenvermogen verloren gaan. Dat weten we niet. Dat zegt u, dat maar weet het is wel. Dat ziet laat u mij het maar zien. De website staan. Mijn 250 miljoen. En ik heb al gezegd, het is absoluut niet de wens van een pensioenfonds om iets geheim te houden. U kunt met heel veel mensen heel stevig daarover praten. Maar als u in de maling genomen wordt door een vermogensbeheerder en u blijft daarmee zaken doen, dan kan je ook vraagtekens plaatsen. In ieder geval als deelnemer. En als, of als mensen rug wel recht houden en of er de belangen wel behartigd worden. Maar ik heb een praktische vraag. Korte vraag. In één zin.
In één zin, het is gewoon heel simpel. Je bent 44 jaar vrachtwagenchauffeur. Een E6-chauffeur brengt momenteel, de werkgever betaalt 2/3, de chauffeur zelf 1/3, 7.500 premie op in de maand ongeveer. En dan krijgt die man, na 40 jaar, krijgt hij €450 bruto pensioen. Nou, ga mij wat uitleggen. Looking for the working man's cafe in the shopping center of the town. Looking for somewhere to fit in among the retail outlets. Bestaan er moedige pensioenfondsbestuurders die het moreel besef in de financiële wereld terugbrengen? De perverse prikkels aanpakken? De geheimzinnigheid te lijf gaan? De leugens van het reputatiemanagement ontmaskeren? Workers should tell the pension fund boards to refuse any secrecy agreements with investment firms. Jongens, je moet vragen blijven stellen. De pensioenindustrie verandert niet uit zichzelf. Premiebetalers, word argwanend. Stel lastige vragen. Neem geen genoegen met mooie praatjes en verhullende taal. Ze werken immers met andermans geld. Uw geld.